verwacht. Ja. Want het derde onderdeel, wij nemen deel aan de kosmische circulaties. En wie bedoelen we met wij? Dan bedoelen wij als bewustzijn, wij als centrum van leven, die is als in de kern grenzeloos, wortelend in de kosmos. Dus met wij bedoelen we nooit ons lichaam, maar dat essentiële bewustzijn. En dat circuleert in het zonnestelsel. Want dat kan ook. Want wij zijn als een wezen die fundamenteel grenzeloos is, wij zijn in feite thuis in dat zonnestelsel. Misschien beseffen we dat niet, maar we zijn thuis in alle kamers van dat grote huis van het zonnestelsel. En wij mensen, doen evenzeer mee met de circulaties in het zonnestelsel als welk andere wezen dan ook. En dan kom ik het volgende. Hoe verlopen die circulaties? En dat heeft gewoon daadwerkelijk te maken met een netwerk van kanalen, verbindingen, die op een gegeven moment planeet met planeet verbindt, die planeten met de zon verbindt, en de zon weer met de planeten. En je kan het heel goed vergelijken, omdat het zeer analoog is met de bloedvaten in ons lichaam. Een netwerk van bloedvaten, je zou kunnen zeggen, doordringt de hele zonnestelselsfeer, verbindt alles met alles. En zoals ook organen onderling verbonden zijn door middel van het bloed. En wat noodzakelijk is, omdat ze anders niet kunnen functioneren. Zo zijn ook de planeetwezens verbonden via die netwerken. En je zou kunnen zeggen, via zo'n netwerk van snelwegen zullen wij mensen ook periodiek door de planeten heen naar de geestelijke zon gaan en weer retour. We kunnen ons dus die kanalen voorstellen als daadwerkelijk slagaderen en aderen. Slagaderen naar de zon toe, aderen van de zon af, als rivieren van wezens. Ook een voorbeeld is bijvoorbeeld... hier wil ik het even bij laten. En u moet zich voorstellen dat die zonnesfeer werkelijk te zien is als een compleet organisch levend geheel. Geheel vervuld van leven, en dat betekent dus ook geheel vervuld van substanties. We weten dat we met onze instrumenten en ogen schijnbaar in een soort leegte kijken, als wij tussen de planeten in kijken. Ja, dan wordt er gesproken van hier en daar een atoompje. Maar wij zeggen nadrukkelijk schijnbaar. Want de wetenschap is al lang bekend met het feit dat de krachtvelden dat complete zonnesfeer vervullen. En krachtvelden gaan ook altijd samen met deeltjes. Dus in feite weten de onderzoekers al dat het één groot, substantieel, compleet geheel is. Waarbinnen dus die kanalen hun plek hebben. En er zijn kosmische circulaties op 7 niveaus. En op het eenheidsbeginsel, zoals het goddelijke gebied, hebben wij kanalen, verbindingen tussen de planeten en de zon. Er is op het geestelijke gebied zijn er verbindingen, je zou kunnen zeggen het wijsheidsbeginsel. Op denkvermogen, het mentale gebied. En dat is het gebied waar wij toe behoren. Op begeertegebied zijn er allemaal verbindingen. Er is een vitaal gebied met verbindingen. Er is een astraal gebied, het een na meest stoffelijke. En vervolgens een stoffelijk gebied. Ook verbindingen tussen de verschillende, je zou kunnen zeggen, stoffelijke bollen van het zonnestelsel. Maar al voortdurend is alles in wisselwerking. Nou is het zo dat wij van al deze circulaties, met onze instrumenten van de wetenschap natuurlijk, alleen maar die allerlaatste kunnen waarnemen. Maar alle anderen zijn even reëel, zegt de theosofie. We kunnen die sferen doordringen bij elkaar. Dat is ook een heel belangrijk gedachte. Het vormt één geheel.
En we kunnen dat ook vergelijken met de circulaties binnen onze aarde. Denk u maar aan dit belangrijke punt. We kunnen uiterlijke circulaties zien, maar die zijn altijd een weerspiegeling. Je zou kunnen zeggen een weerslag of een soort zichtbaar effect van meer innerlijke circulaties. Een belichaming van krachten. Zo geef ik één voorbeeld. Trekdieren zien we bepaalde lijnen volgen, bepaalde reizen. En ja, die hebben daar hun zintuigen voor. Maar in feite, zegt de theosofie, worden ze ook geholpen door hun astrale zintuigen. Want bij die dieren zijn die wakker. Ze volgen astrale sporen. Iets etherische sporen dan de fysieke. En dat zijn sporen die gelegd zijn door vele generaties trekdieren eerder. Dus zoals wij een voetspoor kennen die door het zand gaat en we een heleboel voeten zien. Zo moet u zich voorstellen dat die trekdieren, als ze bijvoorbeeld langs kusten vliegen of over een bepaalde route over een zee gaan, dat zij ook die astrale voetsporen zien van al die vogels die vroeger ook van de ene naar de andere kant gingen. Kan u zich dat voorstellen? Blozen is een heel simpel voorbeeld van emoties die op een gegeven moment daardoor het effect hebben dat een hele stroom bloed naar je hoofd gaat. We kennen het wel. En ook het allersimpelste voorbeeld is wellicht stoffelijk gezien. Magnetische krachten zijn onzichtbaar, maar we kunnen ze heel eenvoudig zichtbaar maken. Die magneetlijnen met bijvoorbeeld stukjes ijzer, die zich namelijk richten volgens de richting van die eigenlijk onzichtbare lijnen. En in onze samenleving zien wij al die zeven circulaties. Heel boeiend als je daar studie van maakt. Er bestaan inspiratieuitwisselingen in deze wereld. Heel belangrijk om die te ontdekken. Ideale uitwisselingen. Er is uitwisseling intellectueel van kennis. Van begeertes, verlangens. En dat kunnen ook hele positieve verlangens zijn hoor. Maar ook heel andere. Er is uitwisseling van energieën, van gevoelens. En ja, en dan ook alles andere stoffelijke dingen. In onze samenleving bijvoorbeeld economische producten. En indien wij in onze samenleving wat wijzer worden, zullen wij onze verantwoordelijkheid beseffen voor al die circulaties. Want wij sturen ze zelf. En wij zullen dus met die wijsheid en liefde die we in ons dragen, zullen wij ervoor zorgen dat er geen ophopingen ontstaan die disharmonie veroorzaken. En ook geen tekorten. En u raadt al, als u kijkt in de wereld om u heen, zijn dat juist de centrale problemen. Ophopingen en tekorten. Bijvoorbeeld een enorme ophopingen van gifstoffen. Wat in feite gewone stoffen zijn die elders thuis horen. Maar gifstoffen worden, omdat ze geconcentreerd op één plek komen waar ze niet thuis horen. En tekorten, ja, denkt u ook aan voedseltekorten. Terwijl er in een ander land veel te veel is. En bij het economische gebied, financieel gebied, zien we ook heel sterk momenteel de ophoping van vermogens bij slechts enkele groepen mensen. Terwijl andere mensen heel hard moeten werken en dan net uitkomen of net niet. Dus we zien daar heel heftig en intensief dat het met die circulaties in de samenleving nog helemaal niet harmonieus gesteld is, terwijl dat heel goed zou kunnen. Want dan zouden ze allemaal hun functies vervullen en ieder mens juist optimaal gedijen als zevenvoudig wezen. Het bloedvatstelsel van het zonnestelsel, is wel boeiend te zeggen, is een klein deel van de circulaties van de Melkweg. Er zijn kanalen van ster tot ster en ook van de sterren tot het hart of de kern van het melkwegstelsel, wat trouwens mogelijkerwijs ook een zwart gat is. Dus het is een deel, een levend deel van een nog groter stelsel. Kunt u ze herkennen? Heel nuchter gezegd, fysiek gezien zien we niet zoveel, maar we zien die stromen vanuit de zonnevlekken. We zien de zonnevlammen die naar een welgericht punt gaan. Dat zien we wel.
We zien een instroom van kosmische deeltjes bij de planeet Aarde via de polen. Is er veel instroom, dan geeft het veel noorderlicht of zuiderlicht. En in feite, zegt de theosofie, is als het gaat om wat er werkelijk gebeurt, is de Noordpool de instroompoort en de Zuidpool de uitstroompoort van hele stromen wezens. Dus dat is nog interessant te onthouden. De Noordpool is ook de meer spirituele pool, daar komt het naar binnen. En de Zuidpool is de meer stoffelijke pool en daar wordt het uitgestoten. Dus dat is de theosofische achterliggende oorzaken. Er is een netwerk tussen planeten, die is, je zou kunnen zeggen, fysiek nog niet ontdekt door de astronomen. En niettemin is die invloed van die planeten continu. Dus dat is een kwestie van verdere ontwikkeling. Wij zeggen, het is analoog, logisch dat het er is. Zijn ze in kanalen te herkennen? Nou, u weet, de grote luchtstromen, denkt u aan de die stromen in de hoge lucht die heel belangrijk zijn voor het klimaat. En hoe heet het ook weer? Straalstromen, precies. We hebben in het water heel essentieel de oceaanstromingen. En we hebben bij de mineralenwereld hebben die grote stromen waarbij bepaalde korstgedeeltes langzamerhand naar binnen worden getrokken, gezogen en andere mineralen, grote groepen mineralen naar buiten komen en nieuwe jonge aardkorst maken. Dus we zien gigantische stromen en ja, die bepalen trouwens ook die lucht- en waterstromen voor een heel belangrijk deel ons klimaat. We hebben al gezegd die economische stromen van grondstoffen en producten, die zijn tegenwoordig zo heftig omdat ze lang niet alleen maar gebeuren omdat ze nodig zijn, maar er gebeurt nou waarschijnlijk wel voor 3/4 gedeelte gebeurt het alleen maar omdat dat winst geeft, maar helemaal niet omdat dat de kortste route is van een grondstof waar die gedolven wordt naar de plek waar die gebruikt kan worden. Denkt u maar aan het gesleep van tussenproducten van de lage lonenlanden naar de rijkere industriële landen. Hoe dan ook die circulaties bepalen wij. En je hebt hele boeiende ontwikkelingen. Industriële ecologie, die nadrukkelijker er naar zoekt dat industrieën elkaar, laten we zeggen, dat verschillende industrieën van verschillende karakter kunnen tezamen op één plek heel goed elkaar bevoorraden. Omdat het een soort afvalproduct van de ene industrie heel goed gebruikt kan worden in de andere industrie. En zo kun je eigenlijk proberen die kringloop veel beter in elkaar te krijgen. Dat wordt industriële ecologie genoemd. Stofstroomanalyse is ook al vele jaren gaande. En dat wil eigenlijk laten zien hoe in een economisch systeem er ophopingen zijn of tekorten. En wat je eraan zou kunnen doen. En dus is ook kringloopanalyse. Gedachtenstromen, heel belangrijk voor ons mensheid. Alle mensen zijn verbonden via het denken. Wij zenden gedachten uit. Wij kunnen gedachten opvangen als die gedachten dezelfde karakter hebben als de gerichtheid van ons denken. En er is dus een voortdurende uitwisseling en die gedachten die gaan werkelijk via gedachtenstromen door de mensheid heen. Ook een netwerk. En het is wel even boeiend te zeggen als een mooi voorbeeld. Op een gegeven moment, de leraren van mevrouw Blavatsky, die laten we zeggen, echt wel een stapje meer inzicht hebben in al deze structuren. Een van die leraren die had op een gegeven moment een heel mooi, ik dacht een hele mooie tekst of gedicht, had hij geciteerd. En toen werd op een gegeven moment, zei iemand van, ja, wacht eens even, maar dat heeft hij niet verteld, maar dat gedicht is afkomstig van die en die persoon. Nou, die leraar van Blavatsky antwoordde, wij kennen het idee van dat een gedicht van jouzelf is, kennen we niet zo goed, want bij ons, wij zien eigenlijk elke gedachte als iets wat je ten behoeve van de hele mensheid uitzendt. Dus het idee van plagiaat kennen wij helemaal niet, maar goed, het is waar, ik heb zo'n mooie gedachte heb ik gehaald uit de Noorderstroom. Nou,
Ik weet niet precies wat die noordenstroom is, maar het is duidelijk dat hij in zijn hoofd had dat er een bepaalde noordenstroom was waar hij zo'n hele geschikte gedachte uithaalde voor zijn doel om iemand, ja, laten we zeggen, op een idee te laten komen. Dus op die manier. En als het gaat om het doorgeven van stromen, wil ik toch heel graag een lange termijn stroom vertellen. Er zijn voortdurend culturen die geboren worden, een jeugdfase doorlopen, volwassen fase en op een gegeven moment sterven. Elke jonge beschaving die hangt ook heel sterk af van de oudere beschavingen als voorbeeld. En om uit te putten voor kennis en hopelijk ook inzichten en hopelijk ook wijsheid. Dat betekent dat wij als beschaving onszelf moeten zien als een doorgever en dat als het goed is wij in de Europese beschaving gedachten hebben die universeel zijn en waar andere beschavingen, jonge beschavingen zich aan kunnen optrekken. Dus zo bekeken hebben wij een hele belangrijke taak ten behoeve van volgende generaties. Het doorgeven van de stroom van beschaving. En tenslotte in dit laatste deel, eigenlijk zoals beloofd, wij doen mee met die voortdurende circulaties in de kosmos. En net als elk wezen die periodiek door de geestelijke hart van de zon gaat, doen wij dat ook. Wanneer? Wij doen dat na ons sterven. Tussen het moment van ons sterven en de volgende wedergeboorte, dan is het werkelijk waar dat wij een pelgrimstocht maken, dus tussen twee incarnaties. Wij gaan van sfeer naar sfeer. En om te beginnen door de sferen heen van 7 verschillende planeten. Stapsgewijs. Steeds etherischer, steeds spiritueler. En uiteindelijk zijn wij in staat om, zoals ik al zei, als een in onze diepste kern, onze ware zelf, onze geestelijke bewustzijnskern, zal gewoon moeiteloos, veilig en zelfs heel harmonisch de geestelijke zon betreden. En daarin zullen we, ja, je zou kunnen zeggen, geestelijk verkwikt en gezuiverd zullen wij weer naar buiten treden. En via een precies de omgekeerde volgorde van onze voetstappen, van de meest spirituele planeetsfeer naar de minst en uiteindelijk naar de planeet Aarde, zullen wij weer rijp zijn voor een wedergeboorte. Dus wij maken een schitterende pelgrimstocht, avontuurlijke reis door de sferen van de zonnestelsel. Elke keer tussen onze twee incarnaties. We hebben dat al vele malen gedaan. Wat ervaren we van al die sferen en werelden? Want het zijn allemaal complete werelden. Met wezens die erin leven. En waarvan sommige wezens daar werkelijk zelfbewust actief in bestaan. Nou, wij mensen in onze huidige fase verliezen ons zelfbewustzijn bij het sterven. En wij gaan automatisch door die werelden heen, maar we kunnen dat niet meer sturen. Wij gaan mee met de stromen, want wij volgen als het ware onze eigen karakter. Maar werkelijke keuzes maken, dat doen wij hier op aarde. Dat is het moment van de keuzes. Hier bepalen we ons karakter en daar worden we meegenomen vanwege ons karakter via die stromen naar al die werelden. Toch kunnen wij daar soms dingen ervaren en dat is alleen in zoverre we die karakteristiek hebben ontplooid. Dus zouden we bijvoorbeeld bij de venusfeer, waarvan de theosofie zegt, de venusfeer, die heeft te maken met het hogere denken. Elk ideaalbeeld wat we op een gegeven moment in ons hebben ontplooid, wakker gemaakt, waar we wat mee doen, en ook onze hogere intellectuele denken, onze inzichten, alles wat wij op dat moment nu aan het ontplooien zijn, dat zal ervoor zorgen dat als wij door de venusfeer gaan, dat wij wel degelijk daar ons iets van bewust zijn. Niet zelfbewust, maar wel bewust. Dus we nemen daar wat mee van die sferen en het zal, ja, in zee zou kunnen zeggen, voor ons een opbouwende periode zijn. Alle stappen zijn innerlijke stappen, want we gaan steeds dieper en dieper. Want elke planetaire sfeer is een uiting van een bepaalde bewustzijnstoestand.
Het moet aan innerlijke stappen denken. En we kunnen eigenlijk alleen maar zo planeetsfeer binnen als ons bewustzijn die overgang heeft gemaakt naar die karakteristiek. Anders zouden we niet eens aangetrokken worden tot die planetaire sfeer. En zouden we er ook niet komen. Dus we moeten ons innerlijk eraan toe zijn, rijp zijn. En dan gaan we bijvoorbeeld naar die Venus-sfeer, naar dat hogere denksfeer. En dan wordt op dat moment ons brandpunt van bewustzijn daar tijdelijk geboren, maakt een bepaalde cyclus door. En na die cyclus gaan we naar de volgende sfeer. Bedenk, al die planetaire sferen doordringen elkaar. Dus u moet niet het beeld hebben dat we een hele lange fysieke reis maken naar Mars of Venus. Als u beseft dat de invloedssfeer van Mars of Venus een heel groot gebied is en dat die eigenlijk ons nu al omgeeft. Dus dat we bij wijze van spreken ook zelfs zonder fysieke afstand al meteen die toestand in kunnen gaan. We reizen niet fysiek, maar innerlijk. De sferen van de planeten zijn bolvormige ruimte met de zon als kern en ze doordringen elkaar. Dus een enorm grote invloedssfeer van elke planeet en die omvat ook andere planeten. Ze doordringen elkaar, dus wij leven nu al binnen die sferen en kunnen ook om die reden hun invloed opvangen als wij ervoor openstaan. Ze worden niet voor niks, die planetaire sferen, als de kristallen sferen genoemd in de oudheid. Omdat ze natuurlijk voor onze ogen doorzichtig zijn, maar niettemin heel reële sferen. Die als je zou kunnen zeggen, als concentrische cirkels, ruimtes, de zon omgeven. En de overgangspunten, hebben we al gezegd, dat zijn laya-centra, verdwijn- en verschijnpunten. En die overgang kan alleen als je eerst al het uiterlijke hebt losgelaten van de eerdere toestand. Heel simpel voorbeeld. Als wij in slaap vallen, gaan wij door zo'n laya-centrum. Maar dat lukt ons alleen als we voldoende onze zorgen en onze aandacht voor de uiterlijke wereld hebben losgelaten. En eerder valt u niet in slaap. Maar op het moment dat u als het ware wel die overgang kan maken, op dat moment kan in een flits u meteen door die laya-centrum naar die volgende fase gaan. En bent u in slaap gevallen. En hopelijk een hele verkwikkende slaap. Vergelijk ook het loslaten van het fysieke lichaam bij het sterven. Dat is ook zo'n laya-centrum door. Samenvattend, tussen twee incarnaties keert ons bewustzijn inwaarts, stapsgewijs, via 7 planetaire stappen van groeiende geestelijkheid, werpen we hulsel naar hulsel af, en tot we uiteindelijk in onze essentie de zon ons herenigen met onze geestelijke bron, geestelijk verkwikkend, zuiverend, om vervolgens ons terugkeer weer op ons te nemen, want we hebben hier op onze aarde onze evolutieschool. En hier wachten ook de medemensen waarmee we samen hebben gewerkt en weer samen zullen werken. In onze slaap kunnen we dezezelfde reis maken. Dus heel mooie gedachte voor vannacht. Wij zijn in staat, als wij met onze gedachten op die frequentie zitten en ook een harmonische dag hebben gehad, om vannacht de sfeer, de hogere denksfeer van Venus te bereiken. Of misschien nog wel hogere sferen. En hiermee willen we graag weer uw vragen de kans geven. En over 3 minuten zijn we er. En tot dan. Graag tot dan. Ja, dames en heren, welkom. En graag gaan we nu bij wijze van spreken uitwisselen met u door middel van beantwoorden van vragen. Het mooie van die verschillende pauzes is dat u bij wijze van spreken weer door kunt gaan op een beantwoorde vraag in een eerdere pauze. Dus als we het over circulaties hebben en uitwisseling, dan biedt deze interactieve lezingen bieden u ook die mogelijkheid. Bouke, wat zijn er voor vragen? En er wordt gebruik van gemaakt. Ja?
Ik begin met weer met de vraag van de mail. Want je had het over vogels die bepaalde sporen, als de sporen volgen, trekvogels. En doen wij dat ook, zoals trekvogels dat doen? Of wij mensen dat ook doen? Ik denk, als ik eigenlijk heel nuchter voor mezelf zou willen spreken, nou, ik geloof het niet. Want ik ben daar gewoon niet toe in staat. En ik maak gebruik van de bekende middelen om mijn weg te vinden. Maar het is niet onmogelijk dat sommige mensen die daar bij wijze van spreken een wat krachtiger ontwikkeld antenne voor hebben, dat die dat soms kunnen. Ja, dus dat wil ik niet onmogelijk achten. Je hebt wel eens keer situaties waarbij een groep mensen wordt teruggebracht. Moeilijke situaties door iemand en waarbij je afvraagt hoe krijgt hij dat nou voor elkaar, omdat er zo weinig fysieke aanknopingspunten zijn. Maar die weet dan toch op de een of andere manier de richting te vinden, dus het zou kunnen, ja. Ik moet even denken aan waar dieren natuurlijk op dat astraal actief zijn en wij meer op dat denken, dat we wel denksporen volgen. Ja. Aan de trends, al is het in de mode, dat je altijd ziet dat 10, 20 jaar later komt er weer een bepaalde trend terug. En dat is echt typisch zo'n spoor volgens mij, maar dan meer mentaal. Klopt, ja. Dat is in feite eigenlijk, en dat is voor ons, zijn dat nog veel belangrijke sporen. Want ja, wij adviseren altijd iedereen zelfstandig na te denken. Daar beginnen onze cursussen Anders Denken al mee. Van onderzoek alles en geloof ons vooral niet. Ja. En bij dat soort sporen, mentale sporen, is het helemaal van belang dat hij zich afvraagt, oké, daar komt weer zo'n grote golf aan, ga ik meedoen of niet? Ja, want het kan heel krachtig zijn. Ja. Dan nog terugkomend op de kometen, wat het gaat over dat ze in de zon kunnen eindigen of eromheen, maar diegene die dacht, soms komt er ook wel eens eentje op een andere planeet neer. En dan kan die ook behoorlijke schade aanrichten. Hoe moet je dat zien? Ja, het is zo dat ik probeer naar beste kunnen te beantwoorden, maar moet zich altijd voorstellen dat ik ook een bestudeerde ben van de theosofie. En doorgeven wat ik begrepen heb als zuivere theosofie. En op een gegeven moment zeg je, oké, meer weet ik niet en dan dat is mijn grens. Is nadert ook een beetje de grens. Ja, ik weet het, de enorm krachtige planeet Jupiter. Die zien we zo nu en dan een komeet opslokken, net als de zon. Hij wordt ook door sommige astronomen een mini-zon genoemd, Jupiter. Vanwege meerdere eigenschappen. Dus het is wel een bijzondere planeet. En ik kan me herinneren, wij dachten misschien de komeet heel Bob. Maar er was enige tijd terug was er een komeet waarbij we het konden volgen. Hoe die komeet inderdaad te dicht langs Jupiter ging, insloeg. In de vorm van, hij werd eerst uiteengereten in de vorm van een stuk of een aantal gedeeltes. En dat moment van inslaan gaf een heel krachtige reactie-effect van de atmosfeer van Jupiter. Dus dat was ook wel bijzonder. Dat verdween niet zomaar in de zee, nee, er werd sterk op gereageerd. Ik zeg al, het zit een beetje aan de grens van wat ik kan beantwoorden. Er moet attractie geweest zijn met Jupiter. Ja, het kan toch uiteindelijk te maken hebben met dat daar zoveel elementen in zaten die tot de planeet Jupiter behoren, dat er op de een of andere manier toch ook wel weer een terugkeer is naar die planeet. Het kan misschien ook toch weer een komeet zijn die de poging heeft gewaagd, maar deze stap niet heeft kunnen maken bij zijn groeiproces. Allebei, denk ik. Een volgende vraag, ook gerelateerd aan de zon. In de esoterie van Steiner wordt gezegd dat aartsengel Michael, heer van de zon, genoemd wordt en verbonden is met zondag. Ik weet niet of je daar wat meer over kan zeggen. Ja, daar ben ik niet zo in thuis, eerlijk gezegd. Er zijn vier aartsengelen en Michael. En ik weet wel dat mevrouw Blavatsky daar inderdaad echt wel sleutels over geeft, in de geheime leer zeker. En dus daar kunt u dat zeker vinden. Aartsengel Michael, ik weet wel dat wat in het algemeen, dat geef ik wel een tip, een soort sleutel mee.
in de, je zou zeggen, openbare geschriften over van de heilige boeken, wordt regelmatig over de zon gesproken. Maar dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een symbool, niet voor het hiërarchische topwezen van de zonnewezen, maar voor een planeet die heel dicht rond de zon cirkelt. En die wij ook wel eens Vulcanus noemen. Maar in sommige gevallen wordt met de zon juist die planeet Vulcanus bedoeld. Dus wat dat betreft zou ik ook kunnen dat die aartsengel Michael, dat hij een relatie heeft met juist die speciale planeet. Niet onmogelijk. Die voor het oog niet zichtbaar. Niet voor het oog niet zichtbaar, nee. Dan nog een vraag. Je hebt het gehad over dat we door die verschillende sferen heen trekken. En toen zei je op een gegeven moment bij Venus niet zelfbewust, maar wel bewust. En de vraagsteller die vraagt zich af wat dan het verschil is tussen zelfbewust en bewust. Ja, inderdaad. Dat is een heel belangrijk verschil. En op het moment dat wij ons denkvermogen actief is, dan zijn we ons ook heel erg bewust van het feit dat wij een zelfstandig wezen zijn. Met onze eigen keuzemogelijkheden. En op het moment alle dingen, laat ik zo zeggen, die wij om ons heen waarnemen, daar reageren we als het ware, als het goed is, op een zelfbewuste manier op. Wij kiezen ons eigen levenspad. En dat hoort allemaal bij zelfbewuste situaties. Tegelijkertijd weten we dat wij op een gegeven moment door bepaalde emoties in ons zo gigantisch krachtig kunnen worden meegenomen. Ja, hopelijk weet u het niet, maar het kan wel. Maar u ziet het wel zo nu om u heen gebeuren. Dat mensen werkelijk gedomineerd worden door emoties, maar op dat moment de grip op hun denkproces kwijt zijn. En gedurende, totdat ze die grip weer hebben, ervaren ze heel veel, maar het is niet zelfbewust, want ze sturen niet meer. En een nog simpeler voorbeeld is al uw dromen. U valt in slaap, u droomt, denkt u aan uw dromen. Op het moment dat u droomt, is dat voor u hartstikke werkelijk. U leeft in die wereld, maar u bent niet zelfbewust. Want op de lucide dromen na, de uitzonderingen na, wordt u meegenomen door de gebeurtenissen. En heeft u geen sturing erop. Dus dat is een mooi voorbeeld van bewustzijn zonder zelfbewustzijn. Dierlijke wezens hebben hun denkvermogen nog niet wakker. Dus dat is nog niet ontwikkeld. En die bevinden zich eigenlijk altijd voortdurend in die toestand dat ze niet zelfbewust zijn, maar wel bewust. Ja. Dan een vraag. Welke van de planeten de sfeer heeft van Devachan? Ja. Je hebt de term niet genoemd. Maar nee, dat klopt. Het is van een andere lezing, klopt. Want op het moment dat wij sterven, zei ik al, gaan wij door verschillende fasen heen. En op een gegeven moment zeggen wij dan, wordt onze edele eigenschappen, gedachten, idealen, neigingen enzovoort, die nemen we mee, Devachan in, wordt gezegd. Wat zoiets betekent als hemelwereld. En gedurende een zeer lange tijd, wij als menselijk wezen zullen in die devachanische toestand onze idealen voluit kunnen ontplooien, maar wel in een droomtoestand. Dus wij ontplooien ze als dromen. Voor ons heel werkelijk. We maken het helemaal mee en het wordt helemaal harmonieus ontplooid. Dus er is geen sprake meer van lijden. Maar het is wel een droomtoestand. Een koppeling maken met de planetaire sferen, dat zou ik niet durven doen. Ik zou eigenlijk willen zeggen van, ik weet dat het natuurlijk een meer innerlijke sfeer is, maar waar de grens begint, dat durf ik geen enkele uitspraak over te doen. Dat is voor mij eventjes niet iets wat ik u kan geven. Nee. Misschien dat helpt dat Devachan, wat mensen wel eens denken dat het een bepaald gebied is, maar het is vooral echt een toestand. Dus je kan in die toestand door die sferen gaan, zou je ook kunnen zeggen.
Ik denk dat dat heel waar is wat Bouke zegt. Ja, dat heb ik, ben ik ook echt tegengekomen. Dat in feite al die, niet alleen de planetaire sferen, maar ook de innerlijke sferen van de planeet Aarde, dat die elk hun eigen astrale gebied hebben, elk hun eigen Devachan. En de volgende sfeer heeft ook weer elk zijn astrale gebied en zijn eigen Devachan. Oftewel, we hebben het over een toestand. We kunnen niet aanwijzen, daar is Devachan, omdat elk gebied een Devachan heeft. Ja, ik denk dat dat wel... Ja, dat is een waar. En dan met betrekking tot die sferen nog een vraag over kunstenaars, of die een korter lijntje hebben tot bepaalde sferen. Hangt er vanaf welke karakteristiek de kunstenaar heeft. En kunstenaars heb je natuurlijk in heel veel verschillende soorten en karakters. En je hebt natuurlijk een Beethoven. Die heel welbewust trachtte, want hij was een idealist, om, je zou kunnen zeggen, de inspirerende invloed van muziek, want hij kende die, zoveel mogelijk door te geven aan zijn medemensen. Nou, je kan zich voorstellen dat Beethoven met al zijn dagelijkse concentratie en zijn keiharde werken, dat hij continu eigenlijk trachtte in zijn eigen bewustzijn zich op dat hogere gebied van het denken te begeven, zodat hij ook die harmonieën als het ware kon opvangen. En ik denk ook wel dat hij dat voor een flink deel kon. Dus dat is een mooi voorbeeld van iemand die dat doet en ook zelfbewust doet. Hij kon het sturen, hij kon het kanaliseren. Helaas zijn er ook kunstenaars die wel toch wel geestelijke of intellectuele aspecten daar voor openstaan. Maar door gebrek aan beheersing kan dat soms ook problemen geven. En ik weet het voorbeeld van Schumann is een componist die eigenlijk niet zo goed meer raad wist met het instromen van mooie harmonieën. Waardoor die bij wijze van spreken psychisch in de knoop kwam. Hij kon het niet meer aan. De stroom werd te krachtig. En hij kon het niet sturen. Ja, en dan is het ook moeilijk om stukken te schrijven. Dus die beheersing is een belangrijk punt. Ja. En dan nog één vraag terugkomend op die zwarte gaten. Of het te maken zou kunnen hebben met een zonnestelsel of melkwegstelsel dat in obscuratie gaat. Ja, goede vraag. In obscuratie gaan we meteen dadelijk sterven. En dat betekent in dit geval, tenminste zo zie ik het even, in obscuratie gaan. Dus niet gaan slapen, maar daadwerkelijk helemaal sterven. En in dat geval trekken de met zekerheid al de wezens die tot die gemeenschap behoren en die toe zijn aan die supergeestelijke rusttoestand, die gaan eigenlijk vrijwel op hetzelfde moment, in een oogwenk, in een knip, gaan zij over naar die andere toestand. Ze hebben zich daar heel langzamerhand rijp voor gemaakt. Dus alles ligt klaar. En dat is een overgangstoestand. Alleen, het blijft zo dat het concrete astronomische feit van het zwarte gat, laat ik zeggen, ik moet een slag om de arm houden, omdat we het nu spreken over hele bewustzijnsprocessen. En bij een zwart gat hebben we het uiteindelijk toch over een fysieke verschijnsel. En we dus moeten opletten wat er achter dat fysieke verschijnsel voor bewustzijnsproces gaande is. Maar het lijkt er wel een beetje op. Ja. Ja? Goed, ja, bedankt. Dat is het weer. Ja, heel mooi. Dan wilde ik u nog, je zou zeggen, vlak voor het slapen gaan.